Hoi allemaal, in deze video ga ik leren hoe je watermeloen moet maken. Om te beginnen moet je ervoor zorgen dat je loen ongelijk staat afgesteld, dus dat die één pin uitsteekt bij de buitenste twee rijen aan de kant van de rode pijl. Of, als je hem zo houdt, de eerste pin van de middelste rij die van je afwijst. En bij het plaatsen van de elastiekjes moeten de pijlen van je afwijzen. Dus die kanten. Laten we beginnen. Je pakt twee groene elastiekjes. Die doe je van deze pin naar die. Nog een keer twee groene. Hier vooruit. Nog een keer twee groene. Hier vooruit. Nog een keer twee groene. Hier weer schuin. Dan twee rode. Hier. Nog een keer twee rode. En nog een keer twee rode. Hier. En dan pak je één groen elastiekje. Daar maak je een ketpen van drie ringetjes. En die plaats je hier. Oké. En dan draai je hem om, zodat je kunt beginnen met het haken. Je gaat in de ketband, je pakt de bovenste twee elastiekjes, dus de twee rode, die haak je naar voren. En dan ga je hier in dezelfde pin, pak de onderste twee groene en die haak je naar de zijkant. En dan kun je de ketband loslaten en van deze pin afhalen. Dan ga je hier in die rode. Pak de onderste twee rode. Die haak je naar voren. Hier ook. Je pakt de onderste twee rode. En die haak je naar voren. Hier zo weer groen. Hier pak je de onderste twee groene. En die haak je naar voren. Hier weer de onderste twee. Haak je naar voren. Hier ook de onderste twee. En dan schuin naar het midden. Dus zo. Dan pak je dat enkele groene elastiekje dat je nog over had. Dan doe je haaknaald in deze pin met al die elastiekjes. Zodat al die elastiekjes op zitten. Dan zet je dit elastiekje strak, trek je er doorheen, allebei die elastiekjes op je haaknaald en dan laat je de achterste over de voorste glijden. En dan trek je het knoopje voorzichtig aan en dan kun je je watermeloen eraf halen. Ik hoop dat jullie begrijpen hoe je deze watermeloen moet maken en tot de volgende video.